een stap in de richting om goed antwoord te geven op de vragen van de Caribbean Financial Action Task Force. Zo verwoordt minister Roy Bajnath Pandey de installatie van de Raad Internationale Sancties. Deze werkarm is op donderdag 28 oktober 2021 door president Chandrika Prasad Santokhi benoemd voor een periode van 3 jaar. Middels richtlijnen van de Raad zal handhaving plaatsvinden van de VN-resoluties om terrorisme en financiering hiervan tegen te gaan. Minister Bajnath Pandey vertelt de communicatiedienst Suriname het volgende. De Raad Internationale Sancties is een werkarm van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Maar omdat de president het buitenlands beleid richtlijnen daarvoor geeft, heeft de wet die deze raad noemt aangegeven dat bij presidentieel besluit deze raad in het leven wordt geroepen. Dus dat is vandaag gebeurd. En de raad is een samenstelling van personen komende uit instituten van Suriname. Ik noem er een paar. De Centrale Bank van Suriname, de FIU, dat is het meldpunt ongebruikelijke transacties in Suriname, het Openbaar Ministerie, Bureau DNV, directoraat moet ik zeggen, Nationale Veiligheid en Buitenlandse Zaken zelf. Nu is het zo dat de noodzaak van deze raad voortspruit uit het gegeven dat de Verenigde Naties een aantal jaren terug bij resoluties van de Security Council van de VN besluiten heeft genomen. Die besluiten hebben betrekking op het oproepen van landen om organisaties en individuen die zich bezighouden met terrorisme en de financiering van terrorisme om die aan te pakken. En zo heeft Suriname wetgeving op de eerste plaats gecreëerd, daarna het instituut van de Raad in het leven geroepen. En middels richtlijnen van de Raad zal die handhaving plaatsvinden van de VN-resoluties. En de vraag is, wie ziet erop toe dat Suriname ook doet wat is gevraagd door de VN? Nou, daarvoor worden periodiek evaluaties gehouden en een van de komende evaluaties is van de Caribbean Financial Action Task Force, waarvan de planning is om de evaluatie te houden eind februari 2022 naar 11 maart 2022. De Raad heeft dat als opdracht meegekregen en dat staat ook in hun instellingsresolutie om uitvoering te geven aan het standpunt van de regering tot implementatie van die resoluties van de Verenigde Naties Veiligheidsraad, die erop toezien om individuen en organisaties die zich bezighouden met terrorisme en de financiering daarvan, zo die landelijk in Suriname aanwezig zijn om die aan te pakken. Door tussenkomst van de minister van Buitenlandse Zaken zal de Raad constant overleg hebben met de minister om regeringsstandpunten te verwerken voor uitvoering. En zo zal de route ook zijn voor informatie naar de regering, zeker het staatshoofd, namelijk door tussenkomst van de minister Biebes.